De toename van longinfecties in China is zorgwekkend. VHP-parlementariër Cedric van Samson vroeg gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée extra aandacht hiervoor. Van Samson gaf aan dat in de eerste dagen van de uitbraak van deze longinfectie er rond de 7000 opnames waren in de ziekenhuizen die in de afgelopen dagen zou zijn verdubbeld. Suriname moet zich voorbereiden op een mogelijke herhaling van wat zich heeft voorgedaan tijdens de COVID-19-pandemie, meent Van Samson. Dus ik vraag via u, gericht aan de regering, als er al notie genomen wordt hiervan, omdat het WHO zelfs nog niet genoeg informatie heeft over wat een virus is, een bacterie, wat het precies is. Maar in het licht van wat we mee hebben gemaakt met pandemie COVID-19, vraag ik dat de autoriteiten alvast notie hiervan nemen. En indien nodig, wat voor voorbereidingen er worden getroffen om te voorkomen dat we eventueel weer een uitbraak krijgen die ons misschien terug kan brengen in wat wij niet meer willen hebben. Maar dat wij wel zeker zijn dat de autoriteiten er notie van nemen. Dat ze de voorbereidingen treffen om ons te kunnen beschermen indien het een richting opgaat die toch misschien weer een pandemie kan gaan veroorzaken. Dus Van Samson benadrukte dat de samenleving beschermd moet worden. Er werd rugbaarheid gegeven aan de toename van de luchtweginfectie in China nadat de Chinese autoriteiten op 13 november tijdens een persconferentie hiervan melding maakten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie schrijven de Chinese autoriteiten de toename van het aantal luchtweginfecties toe aan het opheffen van de coronabeperkingen en aan de circulatie van bekende ziekteverwekkers.